Goedemorgen, het is vrijdag 17 april. We zijn live vanuit de parade in Den Bosch. Goedemorgen. We hebben vandaag te gast onder andere Corné Mulders, de CEO van het UMC Utrecht. We hebben te gast Erik Wesselman en hij is het Head of Digital Transformation Advisory van KPMG. We gaan een live verbinding maken met onder andere Prinses Laurentien om over een initiatief te praten die echt relevant is. En we hebben een interview met Hotze Zijlstra en Jeroen Tas. En Jeroen Tas is natuurlijk de Chief Innovation and Strategy Officer van Royal Philips, zoals dat mooi heet. En we hebben een vlog van onze eigen dokter Anders Arnoud van Gemeren. Even een breekmomentje, zoals dat mooi heet. Het geweten, elke keer zeg ik het weer in een uitzending. Een uitzending zoals dit en een host zoals mij heeft een geweten nodig. En wie anders en wie beter kan dat geweten zijn dan degene waar ik 15 jaar geleden samen het eerste lettertje op papier maakte van CEO Magazine. Oftewel, Hotze Zijlstra. Hotze, goedemorgen. Hi Rob, hi. We zijn er weer, hè? Ja, heerlijk. Hè? Friday, zo'n mooi moment. Zeker, heerlijk. De vrijdagochtend, rustig hierheen rijden. Ja. Hotze, waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over tech with a purpose, oftewel betekenisvolle technologie. Ik denk deze dagen, maanden, weken wordt op geen betere manier geïllustreerd hoe relevant technologie is. En wat de waarde, toegevoegde waarde is van technologie in brede zin. We zien het in het onderwijs, we zien het op het werk, we zien het in onze sociale contacten. We zien het zeker in de zorg, waar technologie momenteel de boel overeind houdt. We hebben diverse mensen in de Nederlandse CIO-technologie-community die waarde van technologie voor het grote geheel al heel vroeg inzagen. En twee van die mensen zitten hier in de uitzending en dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En misschien dat een stukje van hun persoonlijke bevlogenheid, hun persoonlijke commitment aan een betere wereld en een betere maatschappij overspringt op de Nederlandse CIO-technologie-community. En de valkuil van purpose is? Valkuil van purpose is misschien denken dat je er niet aan verdient. En uiteindelijk zal blijken dat ook al doe je purposeful dingen, dat je daar toch wel zeker economisch ook beter van kan worden. De valkuil. We proberen hem vandaag op tafel erop te krijgen. Dank je. Goedemorgen heren. Goedemorgen Corné. Goedemorgen Erik. Corné, we kennen jou in het verleden natuurlijk vanuit ABN AMRO. De harde financiële wereld naar de zorg. In een tweetrapsraket, Sint-Antonius en nu UMC Utrecht. Ja. Waar zat dat, die keuze, waar zat die drive, waarom ineens? Ja, het is overigens al 7 jaar geleden dat ik de overstap maak. Het is al best een tijdje geleden. En toen ik vanochtend hier naartoe reed, toen moest ik ineens denken dat de vorige crisis waar wij het over hadden met elkaar, toen werkte ik nog in de financiële wereld, dat was een kredietcrisis. En nu, in deze coronacrisis, werk ik in deze wereld. Ik hoop dat er geen connectie is met mijzelf, maar nee. Ik zit blijkbaar wel altijd midden in het oog als er een crisis is. Ervaar je de crisis ook als anders? Nee, dat niet. Nee. Dus wat dan betreft kader hetzelfde? Absoluut. Maar wat was die overstap? Als je kijkt naar die overstap, ik heb dat laatst nog eens op zitten reflecteren. Wat je eigenlijk, denk ik, de meeste van ons wil herkennen in hun carrière, is de eerste 10, 15 jaar ben je eigenlijk heel erg bezig met voor jezelf. Zelf laten zien, carrière maken, heel erg bezig. Dan de tweede 10, 15 jaar ben je eigenlijk heel erg bezig met, ik moet zorgen dat mijn team goed het werk gaat doen. Ik niet meer, maar meer mijn team. En daar komt volgens mij de laatste 10, 15 jaar achteraan en zegt, waar doe ik het eigenlijk voor? Moet ik niet voor de omgeving, voor de buitenwereld er zijn en andere dingen gaan doen? En bij mij kwam dat, op mijn 48ste, dacht ik, 20 jaar ABN AMRO. Prachtige tijd gehad, ook mooie teams mogen bouwen, professioneel mooie uitdagingen gehad. Maar wil ik de laatste 20 jaar niet iets echt moois gaan doen voor de maatschappij? Ja, en hoe kom je dan in de keuze voor zorg? Ja. Want je had natuurlijk ook onderwijs kunnen doen. Absoluut. En die was ook helemaal niet zo vast omlijnd. Nee. Die kwam eigenlijk vrij makkelijk, want ik kreeg een vraag of ik een keer wilde praten toen ik aan het oriënteren was, wat ga ik hierna doen? Om bij een ziekenhuis te komen praten. En ik had altijd het gevoel gehad in de bank dat we hopeloos achterliepen op de retailwereld. Weet je wel, dit moet veel sneller bij ons en we kunnen veel meer doen. Maar toen ik in de zorg keek, dacht ik, goh, maar die lopen wel weer heel erg achter de bankwereld. Hoe gaaf is het dan als ik gewoon kan gaan toepassen in de zorg, waar het echt over gaat. En intrinsiek denk ik dat wij met z'n allen nog steeds voelen
dat uiteindelijk is je gezondheid ook het allerbelangrijkste. Zolang je hem aanneemt en zolang je gezond bent, merk je het niet. Tot je merkt in je omgeving dat gezondheid er echt toe doet. En dan wil je daar ook graag aan bijdragen. En hoe is dat nu, zeg maar, bevallen? Als je nu zeg maar even dat traject van die 7 jaar terugkijkt. Ja. Is die satisfaction er dan? Is die... Hij is absoluut. Ik krijg zelf af en toe gewoon kippenvel als we uitleggen wat voor dingen we aan het doen zijn over te vroeg geboren kinderen. Die we met data-analyses kunnen zorgen dat hun hersenontwikkeling gewoon beter gaat. Ja. Weet je? En als ik dat uitleg, en dat doen we in een hackathon, 3 dagen kunnen we dat voor elkaar krijgen. Ja, dat is echt wat je denkt, dit is waar je voor wil werken. Ja. Het grappige is, ik heb dat op mijn 48ste ontdekt. Ik krijg nu mensen binnen die veel jonger zijn, die op hun 27ste al ontdekken. Ja, ik heb 3 jaar lang data-analyse gedaan om meer bureaus te verkopen. Maar ik ga veel liever data-analyse doen om mensen beter te maken. Ja. Ik kan me voorstellen dat wellicht ook zo'n crisis, hè, zoals nu COVID-19. Natuurlijk in feite ook, het klinkt heel raar, hè, maar het summum is eigenlijk van de bewijslast voor je. Ja, het is inderdaad, als je iets wil doen waar de maatschappij wat aan heeft op dit moment, ja, dan zitten we natuurlijk in het midden daarvan. Ja. Eerlijk gezegd, als IT supporten we het, hè, want de mensen die het echt doen bij ons zijn natuurlijk onze zorgverleners. Daar moet je echt een enorme bewondering voor hebben. Hoe snel dat allemaal gegaan is, hoe dat opgeschaald is. Ja, fantastisch, weet je wel. Dat is echt. En ik denk dat we met elkaar kunnen zien dat we het redelijk goed onder controle hebben kunnen houden. Ja. En dat is gewoon buitengewoon mooi. Ik kom zo weer terug bij je. Ik betrek heel graag natuurlijk ook even Erik Wesselman bij het gesprek. In jouw functie als Head of Digital Transformation Advisory binnen KPMG. Dat hebben we ook weer overleefd. Mondvol. Je hoort steeds vaker tech with a purpose. Je ziet het aan de CEO Day jongsleden november, waar bedrijven, waar de bestuurders van bedrijven van Randstad en van DSM het podium hebben genomen. Tech with a purpose. Als je nu kijkt, daarbovenheen zwevend, wat zie jij daar nu aan gebeuren, wat daadwerkelijk anders is dan de afgelopen jaren? Nou, ik denk dat eigenlijk tech overal is. Hè? Dus alle bedrijven zijn op een of andere manier bezig om tech onderdeel te maken van hun product. Hè? De manier waarop ze met hun klanten communiceren, de manier waarop ze hun diensten leveren. Hè? Dus je ziet naast het fysieke kanaal een compleet digitaal kanaal ontstaan. En is dat tech met a purpose? Nou, het is in ieder geval een heel belangrijk middel om uiteindelijk die klantenbeleving te maximaliseren. Dus dat zie ik in de markt en daar is eigenlijk iedereen mee bezig. Ieder op zijn eigen tempo, dat wel. Ja, ja. Maar dat purpose krijgt dan een iets andere lading. Ja. Je ziet dat daar daadwerkelijk ook operating modellen aan het veranderen zijn. Ja, klopt. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Hoe zit je daar in je begeleiding? Nou, kijk, wij hebben het dan over de connected enterprise, zoals wij dat noemen. Dus echt de front, mid en back office integreren. Eigenlijk de organisatie ontsiloen. En daar zie je dat de technologie dat eigenlijk helpt mogelijk maken. Dus we beginnen bij klanten vaak aan de voorkant met van, hey, wat is nou je positie in de markt en hoe is die eigenlijk aan het veranderen? Vroeger deden we dat met de Porter-analyse. Nou, tegenwoordig doen we dat met de Five Forces en zo. Tegenwoordig doen we dat op andere manieren. Maar het zijn eigenlijk wel dezelfde soort elementen. En wat je er eigenlijk ziet is dat we dat vertalen naar een operating model. De skillsets, hè, dus bepaalde vaardigheden die mensen moeten hebben. Twee, procesinrichting uiteraard die erbij hoort. Maar ook het systeemlandschap, dus de hele architectuur. Eigenlijk moet daar op ingericht zijn. Mm-hmm. Dat betekent ook dat ze moeten gaan samenwerken waar ze het nog niet al doen met ecosysteempartners. Dat betekent dat je een open architectuur moet hebben. En een operating model wat voldoende schaalbaar is om mee te kunnen bewegen met wat daar in die markt gebeurt. Ja. Ja. Helder. Als ik terug ga, Corné, Hotze openen ermee, hè. Purpose-led, maar het kan best een winstoogmerk hebben. Nou, dat is in jouw situatie natuurlijk anders. Maar hoe krijg je die purpose-led, zeg maar, voor jou doorvertaald? Ik vond het interessant, want ik ga wel mee met Hotze. Ik denk dat ik 7 jaar geleden echt niet naar een beursgenoteerd bedrijf wilde gaan op dat moment. En inmiddels zie ik een aantal beursgenoteerde bedrijven waarvan ik denk, ja, weet je, als je kijkt naar een DSM en een Unilever, dan zie je toch een aantal dingen daar echt draaien. En ik schat zelf in dat over 5 jaar niet purpose-led,
eigenlijk dood is. Hè? Je zal ook om jonge mensen aan te trekken in deze markt, je wil werken voor een purpose-led onderneming. Ja. Niet alleen maar om veel geld te verdienen. Uiteindelijk is het uiteindelijk toch purpose-led. En dat mag best gecombineerd zijn. En ik denk dat dat prima kan, maar ook daar is het weer. Het moet, wat wij dan noemen, sociaal acceptabele winst zijn. Ja. Maar purposeful in deze context voor jou zou meaningful zijn. Absoluut. Hoe ervaar je dat? Kan je daar een voorbeeld van geven? Dat je zegt, dit voelt nou voor mij echt meaningful, omdat ik X of Y gedaan heb. Ja. Check in the box. Als je voor jezelf kijkt, om maar een voorbeeld te noemen. Hè. We zijn iets als videoconferencing met patiënten. Dat klinkt als niet technisch heel erg geavanceerd. Hè. Dat is iets wat best wel goed kan. Je moet rekening houden met privacy, doe maar goed. Maar dat staat al een hele tijd klaar. En toch kwamen heel veel patiënten nog klassiek gewoon naar het ziekenhuis. En we hebben best veel patiënten als academisch centrum die uit het hele land komen. En op het moment dat je dan nu ziet dat patiënten die echt problemen hebben met hun ademhaling, natuurlijk niet naar buiten willen komen als kwetsbare patiënt, hebben we nu eindelijk dat doorzetten met videoconferenties. Ja, dan begin je die purpose dat je denkt, oké, ik kan dus zorgen dat deze mensen met deze oplossingen kunnen we dus zorgen dat deze mensen beschermd zijn en gewoon op een goede manier met elkaar kunnen communiceren. Dat is denk ik wel waar je het met elkaar allemaal voor doet. Ja. Als je nu kijkt naar die relevantie van jou als CEO van het UMC Utrecht, ja. Je team, ja. In het geheel, in de context van deze COVID-19 situatie. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, het snelste wat je moet doen in zo'n crisis in de zorg, is natuurlijk het inrichten van aparte corona-afdelingen en opschalen van IC's. Het mooie is, we hebben een paar jaar geleden al gezegd, wij moeten ingericht zijn in waardeketens, besluitvorming zo laag mogelijk in de organisatie van IT en via Agile en Scrum gewoon snel kunnen werken. Yep. En wat je dus nu zag, is dat we eigenlijk heel snel dat team bij elkaar hadden, wat heel snel die afdelingen mee geopend heeft. Dus IT heeft helemaal niet op het kritische pad gezeten voor het openen van die afdelingen. En dat vind ik echt prachtig om te zien. Mensen hebben gewoon een weekend gezegd, oké, we gaan als team, we trekken onze schoentjes aan, we gaan rennen en we maken die afdeling open. En ik denk dat dat een rol is die we als CIO's daarin horen te vervullen. Dat is namelijk, je moet voorbereid zijn op dit soort crisissen, zodat je mensen dan heel snel dit soort dingen kunt doen. En niks in de weg zitten, gewoon een ruimte krijgen om gewoon de goede dingen te doen. Maar kun je daarop voorbereiden? Dat denk ik wel. Ik denk dat je je weet niet wat er gebeurt, maar je kunt wel zorgen dat je organisatie zo ingericht is dat ze snel kunnen acteren. Omdat ze gewend zijn zelf allemaal snel besluiten te nemen en snel dingen te doen. Als je je organisatie flexibel en agile genoeg inricht en de mensen traint om snel hun dingen te kunnen doen zelf, dan ben je beter voorbereid op wat er komt. Ja. Je ziet natuurlijk nu veel discussies, hè? In andere tv-programma's uiteraard. Waar natuurlijk steeds de vraag wordt gesteld van, ja, waarom niet X, waarom niet Y? Hè? Dus het lijkt wel heel erg van, joh, je hebt je scenario planning niet op orde of je hebt je informatie niet op orde. In deze context, hè, voor die vraag terug, als je dus niet op kunt voorbereiden, dat betekent dus ook dat je besluitvormingen, de governance, hoe je die inricht, dat je die dus per acuut moet aanpassen. Aan zoals altijd deden? Ja, weet je, het voordeel wat we denk ik hebben is, we hebben al 10 jaar lang een outbreak management specialiste hebben we in het ziekenhuis werken. Dus we hebben deze scenario's allemaal een keer bedacht. Je weet nooit exact wat er precies gebeurt, je weet nooit exact hoe het moet gebeuren, maar je hebt wel al scenario's bedacht. Je hebt governance in crisismanagement teams al ingericht liggen. Want dat gebeurt natuurlijk ook als er een MRSA-uitbraak is of op andere manier. Alleen deze grootte hadden we natuurlijk nog niet voorzien. Dus ja, dat betekent dat je sneller moet opschalen, maar je bent wel goed voorbereid op. Ja. Ja. Erik, even naar jou toe. Wat zie jij gebeuren dus grosso modo door jullie klanten heen? Zijn die scenario's in place of is het nu firefighting ook? Rondom COVID bedoel je? Ja. Wat mij opvalt is een paar dingen. Eén is dat de organisaties, die zijn allemaal massaal gaan thuiswerken. Hè, dus... En veel partijen die zijn begonnen met Zoom of met Microsoft Teams. En dan zie je een aantal dingen gebeuren, ook bij ons overigens. Dat wij, en dat zie je ook in de markt terug, dat ze gaan kijken van, hey, we zijn hier nu mee begonnen, maar is dit de juiste keuze? Hè, dus Zoom is natuurlijk ook in het nieuws geweest van, hey, er is wat mee. In eerste instantie was het toegestaan bij veel partijen, bij veel bedrijven. Ook bij ons. En op een gegeven moment hebben we gezegd, misschien die toch even niet. Laten we Microsoft Teams nemen.
Goede performance, zit in de cloud. We gaan even weg van de VPN, want dat is allemaal te zwaar. En je ziet eigenlijk alle organisaties dat wel doen. Ik moet wel zeggen dat er zijn organisaties, vooral de grote multinationals, die al heel veel internationaal werken met veel externe ook, die allemaal laptops hebben, die vanuit huis werken of andere locaties. Die zijn er eigenlijk al helemaal op ingericht, op dat virtueel werken, zeg maar, thuiswerken. Andere organisaties die zien ineens van, ik moet thuiswerken gaan faciliteren. En ik sprak laatst met de CIO en die zei van, ik bleef met grote verbazing kijken hoe de teller opliep van het aantal mensen wat thuis aan het werken was. En het bleef gewoon overeind. Hè? Dus positief verrast eigenlijk van wat die technologie eigenlijk allemaal aan kan. En zijn bedrijf erop ingericht. Ik denk dat niemand dit had voorzien, dat dat zou gaan komen. En dat die scenario's dus ook niet op de plank lagen. En ik zie eigenlijk in alle organisaties wel, crisismanagement, ik vind het een groot woord, maar je ziet iedereen behoorlijk kort op de bal zitten. Raad van bestuur, leadership teams, die echt op een dagelijkse basis met elkaar schakelen. En dat doorkaskaderen in de organisatie om het bedrijf aan de gang te houden. En ik vind het heel wonderlijk en heel knap. En ja, de mensen die IT bedrijven, zeg maar, voor de organisaties. Ja, chapeau zou ik zeggen, want het werkt dus allemaal. Dus, dank je. Ja. En terug naar Corné. Nu zie je de fase 2 ontstaan. Hè? We hadden afgelopen dinsdag natuurlijk gesprek met Marcel Kom en Alois. En dan merk je al dat, ik ben die firefight-positie voorbij. Ik ben al weer aan het opschalen. Alois had het over, hè? We kijken ook naar de scenario's, hè, als AXO. Hè? Dus in dit geval een U-shape. Je ziet ook dat er al discussies ontstaan van, wat gaan we hier nu nog meer mee doen? Dus het blijkt wel dat het aanpassen vrij snel gegaan is. Weinig hobbels of hurdles. Hè? Volgende fase. Betekent het dat je nu al sneller gaat in ontwikkeling en het uitrollen van andere zaken? Ja, we hebben toevallig gisteren met onze raad van bestuur en het brede leiderschapsteam van het UMC daar ook eens met elkaar over gedeeld van, wat willen we nou vasthouden van wat we goed hebben gedaan de afgelopen tijd? Dan valt er een paar dingen op. De een is dat we... Dat klinkt misschien wat soft, maar ik bedoel hem zo niet. Dat heel veel mensen echt heel veel over hebben voor elkaar en gezamenlijk mensen in hun waarde laten. Dus gewoon heel snel besluiten mogen nemen en dan niet elkaar vliegen gaan afvangen. Weet je, dit is blijkbaar één grote vijand, dat is COVID. Hè? Weet je, en dan lukt het ineens dat ik zeg, nee, doe jij dat maar. En doe jij dat maar en dat is prima. Weet je, dus dan, en dan gaan, maken we ineens vaart. Dan kunnen we in 2 dagen ineens alles. Ja. Mooi voorbeeld is denk ik, we hadden al een mooie business, een goede business case liggen eigenlijk voor patiënten met thaislijmziekte. Die hebben natuurlijk last van ademhalen. Die wil je ook niet naar buiten laten komen. Er lag een oplossing waarbij we die patiënt spirometers zouden geven, zodat hij zichzelf thuis goed kon monitoren en dan op afstand met de arts nog kon overleggen. Die hebben we nu gewoon in 1 dag gewoon gezegd, we gaan het gewoon doen. Go. Ja. En ik denk, misschien komen we daar straks nog even over te praten, maar ik denk ook de corona-check-app die we uitgerold hebben, is denk ik ook zo'n prachtig voorbeeld waar we in no time in de weekend het gewoon klaar hebben gezet en gedaan hebben. Ja, voordat we daar nog even naartoe gaan, betekent dat ook dat soort dingen als thuismonitoring en zoals bijvoorbeeld Arthur Govert van UMC Radboud, of Radboud UMC is daar eigenlijk, aangaf van, we zijn zelfs met die consults zijn we nu aan het upschalen. Ja. Betekent dat soort zaken nu versneld ook uitgerold worden aan jouw kant? Ja, als je, ik weet niet, een aantal van ons zullen die gimmick wel gezien hebben. Hè, who led your digital transition? De CEO, de CIO? Nee, COVID-19. Ja. We hebben echt serieus gezien dat het aantal videoconferenties met patiënten is ineens through the roof. Weet je, het was van virtually nothing naar meer dan 25% tot 50% voor een aantal specialismes. En ja, weet je, de oplossing stond al klaar. Dat hadden we al veel eerder kunnen doen, maar de vraag van de patiënt was er eigenlijk niet echt. En ook de change in de organisatie niet. Nou, dit gaan we niet meer loslaten. Deze ben ik van overtuigd dat die bestendig is. Helder. Ik denk trouwens, als ik mag aanvullen, dat zo'n COVID-19, daar kan geen veranderprogramma tegenop, zeg maar even. Hè? Ik bedoel, het is, het klinkt een beetje fout, maar het is een beetje een blend-in, fuck-off soort of benadering. Hè? Van, ja, als je niet aanpast, als je niet rekening mee houdt, dan ben je gewoon gezien. Hè? Dus je moet die transformatie door. En dat zie je in het onderwijs, je ziet het in de zorg. Gaat heel snel. Maar merk je dan ook nog bij klanten, Erik in dit geval, dat ook nog even wel de hakjes in het zand gaan? Omdat men dus blijkbaar nog niet weet welke
dynamiek naar de toekomst toe? Nee, want we hadden het net over purpose. Hè? En wat je nu ziet met COVID-19 is dat iedereen een purpose heeft van hey, we moeten het bedrijf overeind houden. En ik heb daar een rol in te spelen. Hè? Dus ondernemer of medewerker, personeel, iedereen staat er eigenlijk voor elkaar om te zorgen dat de winkel doorgaat. Ja. En dat is voor de een makkelijker dan voor de ander, zeg ik even. Als je een kledingzaak hebt, is dat een heel ander verhaal dan dat je consulting doet of software bouwt of zo. Hè? Maar iedereen staat daar wel shoulder to shoulder. Helder. Ja. Corné, je refereerde al aan de corona-app. Mm-hmm. Hoe snel is die deployed? We hebben in 2 dagen het callcenter ingericht en we hebben gewoon de app die ontwikkeld was door het OLVG samen met Lucy, hebben we gewoon 1-op-1 gekopieerd en gewoon gaan gebruiken. Dus in 3 dagen ongeveer. Ja. Dat is zeg maar even iets anders dan... Het grootste probleem in het weekend was nog dat we geen koptelefoons hadden voor de callcenter agents die nodig hadden, omdat die overal uitverkocht waren. En we hebben gelukkig een partij gevonden in de buurt die ze nog op voorraad had liggen en die ons geholpen heeft. Dus dat was ongeveer het moeilijkste. En verder is iedereen vond het geweldig om gewoon snel dit in te richten. En, ja. En we hebben ook hier dit soort keuzes. Normaal zijn we daar meestal een jaar over aan het debatteren met elkaar. Klopt dat wel? Is dat wel goed? Is dat voor onze patiënten net anders? Dit was gewoon, nee jongens, we gaan het doen. Het is nu nodig. We gaan het nu meteen doen en go. Ik denk een mooi moment om daar even naar te gaan kijken. We hebben daar een video van. In tijden van het nieuwe coronavirus kunnen we ons goed voorstellen dat mensen zich zorgen maken als ze bijvoorbeeld hoesten of koorts hebben. En daarom bieden we inwoners van Utrecht en omgeving nu de OLVG Corona Check aan. Hiermee krijgt u snel advies over uw gezondheid en het coronavirus. In deze app kunt u iedere dag een aantal gezondheidsgegevens invoeren. Denk daarbij aan uw temperatuur, kortademigheid, hoesten of als u keelpijn heeft. Deze dingen bepalen voor ons of wij een risico inschatten voor u of u een infectie met het coronavirus heeft opgelopen. Dat gaat hartstikke simpel. Kortademigheid, u drukt start in. Dan komt kortademigheid voor, op een schaal van 0 tot 10. 0 heb je niks en bij schaal 10 dan kan je helemaal niks meer. En dan verstuur je dat. Ook krijgt u tips en algemene informatie van bijvoorbeeld het RIVM. En wij bekijken met een medisch team elke dag goed naar uw gegevens. In dat medisch team zitten huisartsen en bijvoorbeeld ook ik als longarts. En samen kijken wij naar uw gegevens en geven u een advies over een mogelijke besmetting met het coronavirus. U krijgt dan van ons een bericht in de app of als het nodig is dan bellen we u. Maar let wel op, heeft u met spoedzorg nodig, doe dat dan niet via deze app. Bel dan de spoedlijn van uw huisarts of 112. In deze tijden waarin veel mensen tegelijk ziek kunnen worden en mensen zich natuurlijk zorgen maken, verwachten we dat het erg druk kan worden bij uw huisarts in de regio. Om mensen dan toch snel te kunnen helpen, biedt het UMC Utrecht extra ondersteuning door middel van deze app en een telefoondienst. Met deze extra middelen hopen we mensen eerder gerust te kunnen stellen en sneller advies te geven over hoe ze moeten handelen als ze ziek zijn. Door dit samen met huisartsenorganisaties, GGD en ziekenhuizen in de regio op te pakken, zorgen we ervoor dat patiënten in onze regio zo snel mogelijk een advies krijgen en als ze zorg nodig hebben, ze ook meteen op de juiste plek uitkomen. Mooi voorbeeld, denk ik. Terug even naar Corné. Wat vraagt dit aan competenties binnen jouw tent? Snelheid, snel schakelen, creatief zijn met partners. Want dit doe je natuurlijk niet in je eentje. Volgens mij had Alois het afgelopen week en Arthur hebben het ook al gezegd. Wij zien echt een aantal partners die hier ook echt helpen. Vanuit de purpose. Niet per se vanuit de commerciële dingen, maar vanuit de purpose ons echt willen helpen. Dat is echt fijn om te zien. En vanuit het team was denk ik, dit was een mooi voorbeeld waar we ook de strategie van het UMC Utrecht, waar we mee bezig zijn, is natuurlijk heel erg, wij zijn niet alleen maar een ziekenhuis om mensen beter te maken, wij zijn een ziekenhuis wat de zorg voor morgen wil creëren en dus ook supportief wil zijn naar alle zorg. Dus niet alleen maar de ziekenhuiszorg, maar je ziet in deze dat we proberen om de huisartsenzorg in de regio te ontlasten met de kennis en de kunde die we hebben. Dus deze past perfect in de nieuwe strategie die we nu aan het herrijken zijn vanuit UMC Utrecht. Dus ook dat ging versneld.
Kijk, we gaan het daar straks nog even over hebben. We hebben natuurlijk binnen deze uitzending wat verschillende onderdelen. Dus we kunnen steeds, zoals dat mooi heet, schakelen en terugkomen aan tafel. Ik draai even toch terug naar Hotze. Hots, komt het eruit? Het komt er zeker uit. Ik denk ook los van het purpose-gedreven instelling, hè, denk ik dat IT heel lang een belofte is geweest voor heel veel mensen. Een belofte die CIO's met name, technologieleiders, al heel lang gezien hebben. Wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van oplossingen, maar ook ten aanzien van manieren van werken. En ik denk nu onder druk van die coronacrisis, hè, onder echt die druk komt dat eruit, hè? Komt het eruit, de waarde van agility, komt de waarde uit van ja, kleine oplossingen die misschien in een ecosysteem ontstaan en dergelijke. Hè? Dus de belofte van IT komt er eindelijk uit en ik denk dat het heel mooi geïllustreerd wordt. Dank je. Het wordt tijd om even een klein breakje te doen. Ik heb begrepen van alle feedback dat we wat meer dynamiek erin moeten brengen. Nou, gaan we dat ook gewoon doen. On the fly, zoals dat heet. Ik denk dat het tijd is voor onze doctorandus Arnoud van Gremeren, de hoofdredacteur van CEO Magazine, met zijn vlog over purpose. Op een verjaardag nog voor de coronatijd zat ik naast tante Jannie. Altijd gezellig, tante Jannie. Hoe is het op je werk, jongen? Vroeg ze. Ik vertelde wat over de ins en outs van het hoofdredacteur zijn toen ze vroeg: wat is nou een belangrijke trend in het bedrijfsleven die jij ziet? Tante Jannie heeft niet veel opleiding, maar ze leest wel elke dag de krant. Ik moest even denken en ik kwam toen met: ik denk, tante Jannie, dat veel organisaties tegenwoordig een purpose hebben. Hun leadership is purposeful en ze hebben het over purpose-led technology en zo. Purpose? Vroeg ze. Nou, dat is dat ze een doel hebben, reageerde ik niet heel sterk. Een doel? Logisch toch? Zegt tante Jannie. Ze zitten toch niet de hele dag maar een beetje te rotzooien? Nou, ik bedoel eigenlijk dat ze een doel hebben dat verder gaat dan hun producten en diensten afzetten. En bijvoorbeeld de armoede de wereld uit helpen. Doe maar, zegt tante Jannie. Dat klinkt mooi en dat scheelt weer een hoop geld voor reclame. Nou, zei ik, ja, bedrijven met een purpose die doen het vaak toch iets beter dan bedrijven die zoiets niet hebben. En ze hebben betere resultaten en ze weten hun klanten en hun medewerkers beter aan zich te binden. Mensen willen namelijk een groot doel hebben waarvoor ze zich kunnen inzetten. Nou, mooi hoor, zegt tante Jannie. Mooi jongen. Maar het is wel belangrijk dat het uit het hart komt. Anders telt het niet. Dat vind ik ook, tante Jannie, uit het hart. Nou jongen, geef mij nog maar een borreltje dan. Met een beetje purpose graag. Je moet er maar op komen, zoals dat heet. Goed, volgende item. Ja, wordt een tikje serieuzer weer. Uiteraard zijn er altijd een bepaald aantal initiatieven waar je meer of minder aandacht aan wilt geven. Dit programma probeert natuurlijk ook aandacht te geven aan een aantal initiatieven die wezenlijk belangrijk zijn. Binnen uiteraard de context van corona, maar ook wat daarachter zit. Ik ga in gesprek met prinses Laurentien. Daar gaan we proberen zo verbinding mee te maken om die live in de uitzending te krijgen. Prinses Laurentien is medeoprichter van de alliantie Digitaal Samenleven. In het gesprek ga ik het hebben over een initiatief en dat heet Allemaal Digitaal. En dat is een bundeling van krachten vanuit niet alleen natuurlijk de Alliantie Digitaal Samenleven, die bestaat uit onder andere Vodafone, minister Knops van Buitenlandse Zaken, maar ook een aantal maatschappelijke organisaties en natuurlijk het bedrijfsleven zelf. Ik denk dat het nu tijd wordt dat we prinses Laurentien naar binnen kunnen halen, zoals dat mooi heet. Goedemorgen, prinses Laurentien. U bent volgens mij live in de uitzending. Dat klopt. Dag Rob. Goedemorgen. Hoe is het met u? Het gaat goed. Heel veel te doen. En het weer is gelukkig mooi. Blijf veel binnen. En net zoals iedereen in Nederland houden we heel erg strikt aan de anderhalf, 2 meter. U heeft hem iets opgerekt. U heeft 2 meter al van gemaakt, zeg maar. Ja, better safe than sorry. That's right. Een vraagje. In de context van alles of allemaal digitaal als initiatief. Wat is voor u nou die persoonlijke
motivatie, die persoonlijke drive om daarvoor te gaan staan? Ja, eigenlijk alles wat ik doe gaat over inclusie. Over het kunnen meedoen in de samenleving en het gevoel te hebben dat je ertoe doet. En ook de realisatie, en daar ben ik eigenlijk al 20 jaar mee bezig, dat er heel veel mensen zijn in de samenleving die niet dat gevoel hebben. Mensen, laaggeletterden, 2,5 miljoen mensen voor wie lezen en schrijven en rekenen en dus ook digitaal een uitdaging is. Mensen die opgroeien, 400.000 kinderen die opgroeien in armoede. Dat wil dus zeggen dat je je in moet leven in dat er mensen zijn die op een hele andere manier de samenleving en het leven beleven. En terwijl we allemaal willen toewerken en in ieders belang, of dat nou economisch is of sociaal, in een inclusieve samenleving, dat iedereen hun plek kan innemen. En ja, dat is wat me eigenlijk al 20 jaar motiveert. Helder. Wat zijn voor u nou de grootste uitdagingen in relatie tot dit initiatief? Nou, ik denk dat het begint met de behoefte. Het zijn eigenlijk 4 dingen. Het gaat eigenlijk over het belang van werken vanuit de behoefte, de echte behoefte vanuit mensen die zichtbaar of onzichtbaar zijn in de samenleving. Het tweede is van hoe bouw je nou een alliantie en hoe zorg je nou dat wat je doet een optelsom wordt, dat het geheel meer is dan het som der delen. Het gaat dus eigenlijk over het slim samenwerken. En als ik dan naar de toekomst kijk, gaat het erover van hoe zorgen we nou dat dit eigenlijk het nieuwe normaal wordt. Dus als ik begin met die behoefte, gaat het erom dat, zoals ik al net zei, er zijn allerlei verschillende mensen met verschillende behoeften. Op het gebied van digitale inclusie en het hebben van apparaten om überhaupt mee te kunnen doen, weten we dat er al zo'n 10.000 kinderen zijn die nu zichtbaar worden dat ze buiten de boot vallen omdat ze überhaupt geen digitaal apparaat hebben. Er zijn duizenden en duizenden mensen in allerlei verschillende leefsituaties die geen apparaat hebben. We hebben gezien dat in een aantal dagen al in Amsterdam alleen al zo'n 4000 mensen zijn geïdentificeerd die op dit gebied buiten de boord vallen. Puur omdat ze niet een digitaal apparaat hebben. Er zijn 1,5 miljoen mensen die überhaupt niet digitaal vaardig zijn en kunnen meedoen. Dus dat is in ieders belang, ook natuurlijk voor de CIO's van alle organisaties die bij jullie zijn aangesloten, dat we dat goed krijgen. Dus dat is het eerste, hoe belangrijk het is om al die zichtbare en onzichtbare behoeften in kaart te brengen. Dan vervolgens zeg je, wat kunnen we daarmee? Het mooie is van een alliantie en het mooie is van deze actie waar we dus dat dan bestendigen, dat is dat je zegt, we hebben 1 missie met elkaar. Of je nou een telco bent, of je bent een computerbedrijf, of je bent een refurbisher, of je bent wie dan ook. Je hebt 1 missie. We willen allemaal, scharen we ons erachter, dat wij in ons allerbelang zien, de samenleving, dat mensen zich zelfverzekerd voelen in een digitale samenleving. Dat ze kunnen meedoen en dat ze zich betrokken voelen bij die digitale samenleving. Geweldig te zien, dat is die partijen. En daar is dus nu ons partnership van NL Digital ook uit voortgekomen. Binnenlandse Zaken, zoals u al zei. Staatssecretaris Knops is daar ongelooflijk gedreven in. We werken nu ook samen met OCMW en we zeggen 1 missie, helemaal top. Ja, en dan ga je daarop voortborduren en dan ga je slim samenwerken. En dan zeg je iedereen die moet doen waar die goed in is. Vodafone Ziggo die heeft in no time gezegd, wij zorgen dat er een hulpnummer komt. We hebben de telco's die zorgen dat er bij de duizenden mensen internet komt, dus T-Mobile en Vodafone Ziggo en KPN, die zetten meteen hun schouders erachter. Nou, en het is ongelooflijk wat veel energie daarin loskomt als je voor dat ene doel gaat. Even een kleine tussenvraag. Hoe zorg je ervoor dat het ook daadwerkelijk samenwerken is en blijft? Doordat je heel helder bent als hoeder, en dat is dan mijn en onze rol, wij zijn de hoeder van dat doel. En we trekken dus eigenlijk iedere keer, zeggen we, hè, maar we deden het als, tuurlijk vervallen allerlei organisaties, dat is ons mens eigen, verval je in, ja maar mijn logo of mijn ding. En iedere keer zeggen, hè maar we gingen toch voor dat en dat doel. Als je dan
op die manier, dan zeg je, ja, ja, dat is ook waar. Mensen willen wel. En je bent dus ook wel een beetje de terrier die zegt, in gedachten houdend de mensen voor wie je het doet, zeg je, ja, maar voor hen doen we het. Dus het is not good enough om alleen maar apparaten op te halen. Wat wij doen, en daar ben ik ook persoonlijk gewoon bij betrokken, dat je zegt, wanneer werkt een instructie nou bij, als die bij dat apparaat komt, dat iemand zegt, oh nee, niet een nummer bellen. Ik weet heel goed in al die 20 jaar dat het voor mensen niet vanzelfsprekend is om hulp te vragen. Dat is eng. Je weet niet of mensen je begrijpen, of dat nou in de taal gaat of iets. Dus je moet je helemaal daarin verdiepen. Die passie, die deel je met de mensen die je naar binnen wil trekken om te zeggen, jij hebt een heel belangrijk stukje in die keten en we geven je al het podium. Ja, en dus het is ook een soort sport om te zeggen, ga je mee met ons in onze gedeelde missie? En ik moet zeggen, tot nu toe, dat is ook omdat ik geweldige collega's heb, Wietske Kamsma, een spin in het web, die heeft met haar intelligentie en charme en maakt ze dit ook echt helemaal mogelijk. Met alle partijen van de ministeries en van de andere organisaties. Maar het is een sport om te zeggen, jongens, hoe gaaf is het dat we voor dat gedeelde doel gaan? En in deze tijd juist zien we dat er een soort sense of urgency is om dat te doen. Dus dat geeft enorm veel hoop ook voor de toekomst. Als we het maar wel blijven doen op deze manier. Maar u hoort mij ook wel een beetje de terrier zijn en te zeggen, ja, maar we gaan niet een beetje vervallen in dan toch een beetje iets anders. Nee, we gaan voor dat doel. Ik neem aan dat natuurlijk de noodzaak in die zin helder is, dat het natuurlijk een structureel van karakter dient te zijn en worden. Zeker voor de komende jaren. In hoeverre kunnen wij daar als CEO-gemeenschap en community en de technologiepartners dit adresseren? Nou ja, jullie zijn natuurlijk fantastisch met het enorme netwerk dat jullie hebben. Dat de CIO's zijn natuurlijk de mensen op de juiste plek met het mandaat om te zeggen, wij zetten onze schouders hieronder en wij komen, dat is echt een randvoorwaarde om te zeggen, deze missie die spreekt me aan. En sterker nog, niet alleen maar als iets voor een betere wereld of maatschappelijk verantwoord ondernemen. Nee, dit is gewoon pure business. Zonder dat alle Nederlanders kunnen meedoen digitaal, hebben allerlei partijen geen business. Dus het is gewoon in het hart van, en daar zijn we ook helemaal niet, ik geloof erin, dat je alleen kunt samenwerken, dat je zegt, het is ook mijn missie. Dus het is niet een soort goed doel waar je aan bijdraagt. Dit is, wij moeten met z'n allen als Nederland digitaal inclusief zijn, zodat iedereen kan meedoen, want dat is waar we naartoe willen met z'n allen. Dus wat is eigenlijk het eerste? Deel die missie en als die je aanspreekt, kun je je melden of via allemaal-digitaal.nl of je belt mijn collega Wietske Kamsma. Ik kan zelfs haar telefoonnummer geven, heeft ze me toestemming voor gegeven. En zeg, ik kan hier iets mee, je gaat met elkaar in gesprek en dan kun je heel goed kijken, oh, maar dat mist nog in dat stukje van de keten. En het mooie is van deze actie, we zijn echt een geweldig partnership afgegaan met NL Digital. Die doen al sowieso, zijn ze fantastisch in het verzamelen en in het refurbishen en het verspreiden van digitale apparaten. En het mooie is dat zij ook zien, omdat wij toch misschien nog een soort higher purpose en een bredere missie met al die partijen brengen, dat we elkaar volledig hebben gevonden en hoe snel je dus kunt opschalen. Eén checkvraag nog. Hoe krijgen we het voor elkaar binnen dit initiatief dat het inderdaad geen zeg maar MVO 2.0 gaat worden? Door te denken vanuit een keten. En wat ik zo interessant vind is dat bedrijven die denken in hun, maar dat begint ook pas meer nu te komen. Begrijpelijker, bedrijven zijn natuurlijk toch sneller degene die denken van binnen naar buiten. Wij moeten onze brand en wij moeten groot worden. Het mooie is in het denken van het keten. En ik denk dat dat uiteindelijk alleen nog maar effectiever en efficiënter is. En het je wat oplevert. Die denken natuurlijk steeds meer in hun ketens. Vroeger was een leverancier
was een soort iemand, nou ja, ik geef jou een opdracht en jij levert. En je ziet nu natuurlijk veel meer bedrijven dat ze echt gaan samenwerken met in die keten. Of het nou is in de landbouw of de tuinbouw of in de digitale realiteit. En dat is denk ik hoe je het gaat beklijven. En dus de manier waarop we dit opzetten, waar en een grote corporate gaat samenwerken met een stichting die in een wijk zit, die eigenlijk even helemaal gelijkwaardig zijn, alleen iedereen heeft een stukje van de puzzel. Ja, als je daar partijen hebt en vaak ook op een heel persoonlijk niveau mensen die dat mooi vinden, want dan krijgen ze inspiratie uit om te zeggen, wauw, we gaan voor een gezamenlijk groter doel buiten mijn eigen invloedssfeer. Dat inspireert ook. En ik ben er heilig van overtuigd dat in de 10 dagen die we nu bezig zijn, al zoveel partijen zich hebben aangesloten. Dat we dat kunnen gaan beklijven en dat er eigenlijk iedereen zegt, ja, maar dit is gewoon de manier waarop we sowieso moeten samenwerken met elkaar. En niks, ik ben grote corporate, jij bent kleine stichting. Nee, we zijn eigenlijk gelijkwaardig, want iedereen heeft een eigen inbreng in een groter doel. En ben er dus eigenlijk, maar ze zien dat het voor hen ook iets oplevert. Want voor een telco om meer mensen een internetaansluiting te laten hebben, ja, dan kun je natuurlijk, dat is natuurlijk in ieders belang en ook in hun eigen economische belang. Correct. Als voorbeeld. Helemaal helder. Ik zou zeggen, het is dus allemaal liggen-digitaal.nl. Ik merk dat u de terrier bent, zeg maar, om dit te gaan doen. Wij gaan het volgen en wij zullen trachten met onze achterban hier veel tijd, energie en aandacht aan te gaan besteden. Fantastisch, want ik ben ervan overtuigd dat de netwerken en de contacten die mensen hebben, en persoonlijk, maar ook in wat u zegt, in hun eigen achterban en netwerken, die zijn absoluut cruciaal en samen kunnen we dit. Zeker in deze tijd van corona, waar iedereen de schouders onder een nieuwe samenleving zet. En ik vind het fantastisch dat iedereen daar zo een bijdrage aan levert. Heel veel dank. Ik ga ervan uit dat we elkaar onder andere nog wel zullen gaan spreken in de komende weken of maanden. Om eens te kijken of het na de corona ook tot het nieuwe normal gaat horen. Lijkt me een goed idee. Ik dank u voor uw tijd, prinses Laurentien. Goedemorgen en fijn weekend. Fijn te spreken. Dag Rob. Dag. Mooi initiatief. Even terugschakelen. Ik denk maar om te beginnen met Corné. Ja. Wat vinden we hiervan? Ik vind het fantastisch. Als je het hebt over een purpose, hè, waar we het net met elkaar over hadden. Dit is ook een van de zorgen die wij hebben. Wij hebben natuurlijk ook heel veel patiënten die ook best wel moeite hebben uiteindelijk met hoe kan ik met dat digitale apparaat omgaan. En die proberen we ook steeds meer te helpen. En de kern daarvan is niet zozeer dat mensen dat niet kunnen. De kern is, wij moeten het makkelijker maken. Ja. Weet je? De meeste mensen kunnen best omgaan met WhatsApp. Dat is dus blijkbaar makkelijk. Mm-hmm. Dus weet je, wij moeten het gewoon niet zo moeilijk maken. Wij als IT'ers moeten zorgen dat we dingen makkelijk maken. Ja. En dan kan iedereen het namelijk gebruiken. Ja. En dan krijg je een veel bredere mogelijkheid om het te gebruiken. Ja, wat je natuurlijk vaak ziet, en Erik, wellicht heb jij daar een zicht op. Heel vaak zie je natuurlijk initiatieven aan de voorkant die leuk zijn. Hè? Ja. En het is natuurlijk prachtig op het moment dat er 100 laptops in je gang staan. Maar hoe krijg je hem deployed? Hoe krijg je hem ingedekt? Hoe krijg je het aan het werk? En daar is zo'n consortium, zeker een alliantie van natuurlijk verschillende partijen, natuurlijk essentieel in, denk ik. Ja, en hoe houd je het aan de praat? Ja. Want een laptop geven is één, maar er moet wel beheer omheen. Hè? Dus dat is nog nummer twee. En daar heb je wel een ecosysteem van partijen voor nodig die met elkaar de handen ineens slaan. Om voor deze purpose in dit geval het werken te houden. En ik vind het wel opmerkelijk wat er gebeurt. Want vroeger had het over de kinderen in Afrika die geen toegang hadden tot laptops en dergelijke. En daardoor niet digi-savvy waren, zeg maar. Hè? Dus een enorme kloof tussen arm en rijk. Er is ook best wel veel over geschreven. En nu zien we het gewoon in Nederland gebeuren. Hè? Onder invloed van deze crisis, van de COVID. Dus ik vind het wel heel mooi en goed om te horen dat zo goed wordt opgepakt. Heel goed. Ja. Ik kom straks bij jullie terug weer. Ik ga toch even weer naar het geweten. Geweten, oftewel mijn goede vriend Hotsen. Liggen we op schema? We liggen niet op schema. We zijn mooi. Volgens mij 10 minuten al achter. Ah, dat wordt heerlijk. Dus de dynamiek zit er goed in.
Top. Ots, jij bent in gesprek gegaan met iemand anders die ook een purpose had en heeft. Ja, met Jeroen Tas, een hele bekende uit de CIO-community natuurlijk. Ooit CIO of the Year, toen hij CIO was bij Philips. En inmiddels heeft hij een andere rol als verantwoordelijke voor innovatie en strategie. En ik had met hem een gesprek, een remote gesprek, want hij zit vast in Spanje. Maar hij gaf een inkijkje in zijn dagelijkse dynamiek en zijn dagelijkse uitdagingen en zijn dagelijkse purpose. Hè? Want hij is ook iemand die heel erg vanuit het hart bezig is met een missie. We gaan hem eens even erbij halen, zoals dat mooi heet. We hebben een gesprek tussen Hotze Zijlstra en Jeroen Tas. Jeroen Tas is de Chief Innovation and Strategy Officer van Royal Philips, zoals dat mooi heet. En oftewel lid ook van de Raad van Bestuur al daar. En zoals Hotze aangaf, ooit natuurlijk CEO of the Year winnaar. En zo hoort dat natuurlijk ook. Kom er maar in. Jeroen, leuk dat je in de uitzending bent. Misschien kun je vertellen in hoeverre raakt de coronacrisis jou persoonlijk? Ja, hij raakt natuurlijk iedereen. En allereerst natuurlijk degene die in de zorg zitten en zoals ze in Amerika zeggen, on the front line, dagelijks hun leven geven om patiënten te helpen en te redden. Dus daar wil ik allereerst bij stilstaan. Ik zit al 4,5 week vast in Spanje en letterlijk. Ik was gisteren aan het fietsen. Ik ging fietsen en ik werd door de Guardia Civil aangehouden. En zei van, jij moet terug naar huis, je moet thuis blijven. En ik maak me natuurlijk ook wel zorgen. Ik bedoel, mijn dochter zit in Amsterdam. Ze heeft type 1 diabetes, is in hoge risicogroep. Ze is niet hier. Het is best moeilijk. En nou ja, vandaag een vriendin die me vertelt dat de moeder is overleden. En je hoort hoe zwaar dat is, want ze kan er niet bij zijn. De begrafenis is ook met een hele kleine kring. Dus je merkt dat het voor iedereen moeilijk is, zal ik maar zeggen. Ja, zeer zeker, zeer zeker. En het werk gaat wel gewoon door voor jou? Ja, het werk is meer dan ooit. Ik bedoel, we zitten natuurlijk middenin als Philips. En wat ik zie is dat we gewoon heel, heel, heel snel moeten schakelen. En de behoefte is nu, de behoefte is groot. En dan heb ik het niet alleen over ventilatoren en monitoren. Dan heb ik het ook over hoe kunnen we helpen om mensen op afstand te supporten en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen thuis kunnen helpen, dat we de data bij elkaar krijgen, dat als patiënten verplaatst worden, dat de data dan met zich meegaan. Nou, je hebt een aantal voorbeelden daarvan in Nederland gezien. Ja. Maar ja, we zitten natuurlijk in 120 landen en de haard is nu in New York, dus nu even alle aandacht in New York. Maar we hebben natuurlijk al heel veel geleerd in China, hè? Ja. Dus wij begonnen natuurlijk al in China met klanten te werken in eind december, begin januari. Nou wisten we natuurlijk niet hoe snel en hoe groot het zou worden. Maar we hebben natuurlijk wel heel veel geleerd daar. En we proberen dan natuurlijk wat we daar geleerd hebben dan naar Italië, dan naar Spanje, naar Nederland, nu naar de Verenigde Staten. We krijgen verzoeken. Ik werd gisteren uit Brazilië gebeld van joh, kunnen jullie helpen om hier de thuiszorg virtueel te ondersteunen? Dus ja, er komt zoveel op ons af. Ja. En we moeten zo snel schakelen. En ja, dat maakt ook wel spannend. Maar je ziet voortdurend de noodzaak ervan in. En, ja, zeer zeker. Nou, inderdaad, je illustreerde dat altijd, met data en met beeld om dingen remote te kunnen doen. Dat is nu heel acuut. Dat is nu heel dringend op dit moment. Maar zijn er ook zaken die meer op de lange termijn gaan spelen, waarvan je zegt, nou, dat heeft impact voor onze strategie, voor onze innovatie op de lange termijn? Nou, het interessante is dat wat er op dit moment belangrijk is, eigenlijk al in onze strategie stond. Ik bedoel, jij weet dat we al jaren over virtuele zorg praten, zorg op afstand, dat we praten over de toepassing van artificial intelligence, dat we een grote voorstander zijn van een open health data infrastructuur. Dus wat we zien op korte termijn is inderdaad dat we AI heel sterk aan het inzetten zijn op twee gebieden.
op het monitoren van patiënten. Dus hoe kunnen we zien welke patiënten op dit moment de meest acute zorg nodig hebben? En dat kan in het ziekenhuis, in de ICU, maar het kan ook buiten de ICU zijn. En een goed voorbeeld is natuurlijk wat we samen met Corné in Utrecht doen, is de slimme pleister. Die voortdurend data stroomt naar ons systeem, dat dan gaat kijken van, hey, deze patiënt is aan het verslechteren en heeft nu hulp nodig. Maar als jij straks duizenden en misschien wel honderdduizenden mensen thuis gaat monitoren, dan moet je slimme software hebben, dan moet je AI hebben die gaat kijken van, oké, deze patiënten van de 100.000 hebben er misschien 50 hulp nodig op dit moment, want we zien een verslechtering. En die hulp kan dan zijn van, we praten met ze via een videosessie, we passen een medicatie aan of we vragen verpleging daar naartoe te gaan. Of zelfs we sturen een ambulance om je naar het ziekenhuis te brengen. Dus dat is één gebied, zeg maar, het interpreteren van de toestand van de patiënt en daarop in te spelen. Het tweede is in de diagnose. Dus als wij heel snel op een ultrasound kunnen zien of iemand COVID heeft en we kunnen dat kwantificeren, dan helpt dat heel duidelijk in het begrip van hoe ver die ziekte is. En waarom willen we dat op een ultrasound doen? Want je kan een handheld ultrasound of een tablet gebruiken en dan kan je naar de patiënt toe. Dus je bent niet meer beperkt tot het in het ziekenhuis doen. Dus je kan het ziekenhuis ontlasten. Maar je kan die tablet ook heel snel schoonmaken. Want als jij in een CT-scanner of een X-ray machine moet, dan zijn we toch weer 30 minuten bezig om de boel schoon te maken. Dus we zijn aan het kijken van, ja, hoe kunnen we zoveel mogelijk die druk van dat ziekenhuis, van die intensive care unit afhalen? Hoe kunnen we zorgen dat de mensen die in de intensive care unit zijn support krijgen op afstand, zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan en dat ze ook op afstand met die patiënt kunnen praten. Je hebt misschien gelezen dat wij, ja, heel simpel, we hebben 3200 babyphones gegeven aan ziekenhuizen. En dat denk je helemaal. Ja, maar dat is wel een hele makkelijke manier om te communiceren met je patiënt, zonder dat je de kamer in hoeft. Want we weten dat er een relatie is met het krijgen van de ziekte aan het blootstellen van de ziekte. Ja. Dus hoe min mogelijk we, zeg maar, verzorgend personeel op afstand kunnen inzetten, hoe beter het is. Ja, dus eigenlijk is het ook zo dat zo'n situatie, nou, je zegt dat al echt op verschillende manieren, hè, leidt tot ook nieuwe innovatie en nieuwe inzichten. Is het dan ook zo dat jij ook vanuit je remote plaats waar je nu zit, ook in contact staat met mensen zoals Corné om hierover te praten? Hoe kunnen we dingen nu acuut oplossen of snel verbeteren? Ja. En, ja. Ik ben bijna dagelijks in gesprek ook met klanten. Ik ben in gesprek met het ministerie, want we willen natuurlijk ook zorgen dat we er zijn voor het ministerie om structureel oplossingen te bieden. Ik ben in contact met klanten in Amerika, ik ben in contact met klanten in Latijns-Amerika. Omdat we voortdurend ook willen kijken van, ja, hoe kunnen we best die innovatie afstemmen op de behoeften. Nou, doe ik dat natuurlijk niet allemaal alleen. We hebben in al die landen hebben organisaties. We hebben ook 4 innovatiehubs die opgesteld staan om die markten te bedienen met dit soort snel uitvoerbare oplossingen. Dus ik ben wel dagelijks in contact met mijn team in Amerika. We hebben in Cambridge, Massachusetts, bij MIT in de buurt, hebben wij een heel groot innovatiecentrum. Nou, is dat nu bijna helemaal leeg, behalve voor die aspecten waar we echt met machines moeten werken. Maar het team werkt virtueel om te zorgen dat we ook op afstand die oplossingen kunnen bieden. En dat betekent ook veel meer inzetten op de cloud. Want als jij een engineer het ziekenhuis in moet sturen die daar, zeg maar, uren aan de apparatuur zit te werken, kunnen we dat niet beter op afstand doen? Kunnen we het niet beter in de cloud doen? Ja. En ja, we zien toch ook dat de drempel voor dat soort oplossingen heel snel aan het verlagen is. Ja, precies, hè? Precies. De urgentie is er en het is schaalbaar, dus het werkt. En in die zin zal het ook de ontwikkeling verder versnellen.
Ja, leuk. En dat is interessant natuurlijk ook, hè? Want ja, wat ik net zei, China heeft die ervaring, daarna Italië. Dus hoe kunnen we het oppakken en dat ter beschikking stellen in waar nu de brandhaarden zijn? Dus hoe kunnen we, we zijn bezig om, we hebben honderden ziekenhuizen die onze ICU-systemen gebruiken in verschillende landen. En we zijn nu aan het kijken hoe kunnen we die met elkaar verbinden, zodat ze van elkaars kennis gebruik kunnen maken. Dat we die data kunnen gebruiken om iedereen de inzichten te geven om op dat moment de juiste beslissingen te nemen. En dat, ja, als je mij had gevraagd 3 maanden geleden, kan je zoiets doen? Nee, forget it. Ja. Dat krijgen we nooit voor elkaar. Ja. En nu krijgen we het voor elkaar. Ja, met dus, als enabler. Ja, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig. Wat misschien min of meer ter afsluiting zou je willen meegeven aan Nederlandse zorg-CIO's en misschien in het bijzonder aan Corné die in de studio is? Nou ja, ik zal allereerst ze heel, heel, heel veel succes wensen in deze hele zware periode, zeker voor hun. En ze zijn superbelangrijk in wat er nu gebeurt. Zij moeten ervoor zorgen dat de systemen blijven draaien, 24 uur, dat de data beschikbaar komt, zodat de medische staf de juiste beslissingen neemt, dat de patiënt de juiste behandeling krijgt. Dus absoluut heel, heel, heel veel succes toegewenst. Maar ook gebruik dit om een aantal van die veranderingen waar we het al jaren over gehad hebben, waar iedereen toch een beetje tegenaan zat te hikken, om nu structureel door te zetten. Ik weet van Corné dat hij een visionaire CIO is. Dus ik denk dat hij A, dit moment moet gebruiken om inderdaad goed zijn collega's te helpen, maar B, ook goed nu dingen in gang te zetten waarvan hij zegt van, oh, dat was altijd wel moeilijk om in het ziekenhuis van de grond te krijgen. Dus, en ik wens hem daar superveel succes mee. Ja, dat is een duidelijk punt en ik weet zeker dat hij het ter harte zal nemen. Nou, ontzettend bedankt Jeroen voor dit korte gesprek. Fijn dat je dit remote wilde doen. En we spreken elkaar ongetwijfeld weer live als we de gelegenheid krijgen. Ja, ik hoop snel. Oké, okay, tot ziens. Ja. Bye Hotze. Bye. Ja, dat is toch wel mooi, Corné. Een inspirerende CIO. Absoluut. Ja. Maar alle credits ook voor Philips. En Philips was ook een van die partijen die ons echt... We hadden net over de purpose. We hebben die slimme pleisters juist op die COVID-afdelingen zo ontzettend nodig. Het is een ziekte die heel erg heen en weer gaat. En je wil eigenlijk niet iedere keer een verpleegkundige zich helemaal moeten laten aankleden om een simpele ademhalingsmeting of hartslagmeting te doen. Dus dat doen we nu continu op afstand, waardoor die verpleegkundige zich veel zekerder voelt, want die kan op afstand blijven kijken, gaat dit goed? En dat geeft dus echt, dat is wat het doet. En Philips zelf, de accountmanager, is notabene gewoon met de auto apart naar Schiphol gereden, dingen om die apparaten zo snel mogelijk bij ons te krijgen. Nou, als je hebt over een commitment en purpose, denk ik, ja, dit is zoals we met elkaar willen samenwerken. Ja. Dit is iedereen voor elkaar. Dat is gewoon, denk ik, prachtig. Het is pragmatisch purpose. Ja, absoluut. Ja. Even terug naar die veranderagenda van UMC Utrecht. Hè? Ik neem aan dat dit soort zaken dus nu die agenda versnelt. Even naar die agenda. Hoe groot ga je die stappen maken nu? Ik denk dat we die stappen... We waren eigenlijk al best wel heel goed op gang. Precies wat Jeroen ook zei. Weet je, wat er in onze strategie stond, zijn we vol aan het doen. We zijn helemaal geen nieuwe dingen aan het doen. Maar we zijn dingen veel sneller aan het doen. En we krijgen hierdoor denk ik ook meer tractie uiteindelijk, want in de zorg moet je altijd alles met heel veel partijen tegelijk doen. En ik denk dat heel veel partijen nu begrijpen van, oh ja, dit moet snel, zorgverzekeraars, zorgverleners, eerste lijn, tweede lijn. Weet je, nu kunnen we het, voorbeeld, corona-app was hetzelfde verhaal, weet je, we kunnen het, als we bij elkaar doorpakken, heel snel doen. Ik denk dat, ja, ik dat is wat we vast willen houden met elkaar. Is je dat doorvertaald, Erik? Nou, wat ik interessant vond in het verhaal van Jeroen is dat hij eigenlijk zegt van, weet je, een aantal dingen die we nu aan het doen zijn, die zaten al in onze strategie, maar die zaten wat verder weg. We hebben als KPMG, nou, pre-COVID zeg maar even, een onderzoek gedaan naar de, nou, laten we zeggen, de technologie gerelateerde ontwikkelingen, de trends. Hè, en wanneer gaat wat zeg maar materialiseren. En wat we eigenlijk, als je dat rapport nu leest, vandaag, dan zie je eigenlijk dat een aantal van die technische ontwikkelingen naar voren worden getrokken, omdat de markt dat gewoon nodig heeft. Mensen hebben dat nodig. He, dus de hele ontwikkeling rondom data, wearables, al die dingen meer, dat gaat met een rap tempo. En ik vind dat heel interessant en dan kom ik eigenlijk terug, dus de cirkel een beetje rond. COVID-19, het is natuurlijk verschrikkelijk en dat is het.
Maar er kan geen veranderd programma tegenop als het gaat om het tempo van de digitalisering, de digitale transformaties. Dus dat is echt een mooi, als je, mooi als voorbeeld dat, van Jeroen. Ja, inderdaad. Als je dat doorvertaalt, Corné, wat betekent dat voor IT leadership? Ik denk wat het betekent is, ik denk in dit soort situaties zie je dus dat je snelheid kunt maken. En ik denk dat een belangrijk gegeven is voor je IT leadership is, geef de specialisten de ruimte om te doen wat ze moeten doen. Zet ze in die flow, zorg dat ze iets af kunnen maken. En geef ze dus, want ze kunnen het allemaal in 2 dagen, dat zien ze hier ook. En ik hoop echt, maar normaal ben ik optimist by nature, maar ik moet zeggen dat ik toch altijd bang ben naar dit soort dingen, dat we weer een beetje terug gaan vallen in persoonlijke agenda's van mensen later enzovoorts, waardoor we toch wel wat kwijtraken. Ja. Maar ik hoop zo dat we dit vast kunnen houden uiteindelijk. We hebben het gisteren ook gezegd tegen elkaar, agile werken, snel kort opleveren, in de flow, klaar, volgend stuk oppakken en door. En dat is zo mooi, en dat hebben we nu laten zien dat dat goed werkt. Ik hoop echt dat we dat doel mogen zetten met elkaar. Ja. Als de ja maar blijft in plaats van dat het een ja maar weer gaat worden. Ja, absoluut. Dat is. Zou je de camera willen nemen, recht tegenover je? Want we proberen natuurlijk wel altijd even die call to action naar jouw collega's en jouw peer CEO's bij deze. Ja. Ik zou 1 ding echt heel erg willen meegeven. Wij zijn allemaal geneigd om mensen die iets compleet nieuws verzinnen, altijd op het schild te hijsen te waarderen. Zullen we ook die mensen gaan waarderen die gewoon zeggen, ik zie een goede oplossing ergens anders, ik kopieer hem gewoon, ik implementeer hem, het gaat veel sneller, het is veel goedkoper en het werkt. Ik geloof echt dat we, Alois zei het van de week al over standaardisatie, wat goed is, gewoon gebruiken. Ga het gewoon doen en laten we die mensen ook eens waarderen. Echt, dat is wat we veel vaker moeten doen in deze maatschappij. Helder, dank je Corné, een terechte opmerking. Ik neem aan dat je er volledig aan kunt aansluiten. Absolutely. Ik zou er aan willen toevoegen dat, en dat heeft ook met de purpose te maken. Dus als je het hebt over samenwerken, ik noem het altijd de blurring boundary of the organization. Laten we als geheel ecosysteem samen die waarde creëren die nodig is om ons door deze crisis heen te helpen. Maar dat ook dat gedrag, die houding, eigenlijk vasthouden going forward. Want ik denk dat dan en de innovatie, onze kenniseconomie, krijgt allemaal enorm veel boost van dit soort initiatieven. Dus ik denk dat dat heel goed is. Heerlijk, dank je heren. Ik ga toch weer even terug naar het geweten. Hebben we hem rond kunnen maken? Hij is helemaal rond en ik zou er niets meer aan toe te voegen hebben. Niks meer aan toe te voegen? Ik bedoel, het plaatje is compleet, de puzzelstukjes liggen op hun plek. De waarde van IT en technologie is gewoon 10 keer duidelijk gemaakt in heel veel opzichten. De waarde van het ecosysteem, de waarde van de manier hoe IT-organisaties, technologieorganisaties werken. Ik vind het prachtig. Dank je. Het zit er weer op. Dat betekent dat ik niet alleen mijn gasten mag bedanken, in dit geval Corné en Erik. Uiteraard dank ik ook prinses Laurentien voor de tijd die ze genomen heeft vanochtend om haar initiatief helder te maken, welke we zeker zullen gaan volgen. Ik zeg tegen Jeroen Tas, zeg ik hasta la vista. En, ja, die zit nog even in Spanje, ben ik bang. Dinsdag zijn wij er weer. En dan hebben we in de uitzending onder andere Paul Hilmen, de CEO van TU Delft. En u hebt gezien, Delft is knappe dingen aan het doen. We hebben ook Frits Busmaker. En die is verantwoordelijk als community manager Rijksinnovatie. Dus dat is een thema die we proberen dinsdag aanstaande te gaan behandelen. Innovatie in deze tijd. Voor nu, stay safe, stay healthy, prettig weekend.